Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Mijn gast vandaag is een bekende Surinamer en zij houdt van feestjes organiseren. En ze gaat me er alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Syria. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Goed. Ik wil zeggen dat je zoveel dingen doet, maar we gaan vandaag het hebben over something very special. Mm-hmm. Want jij bent de oprichter en owner van Magical Events by CC. Yes, dat klopt helemaal. So, what is it? And how does it work? And how did this happen? So, Magical Events by CC is verantwoordelijk voor het organiseren en beheren van alle aspecten van je evenement eigenlijk. Mm-hmm. Dan heb ik over thema-ideeën, dat planning, budgetteren, logistiek en eventueel na je event ook nog post-event evaluatie doen. Mm-hmm. Ja. So, vraag 1. Ik wil een feestje organiseren en jullie helpen daarmee. Maar vanaf waar begin assistent? Zeg ik wil feest. Ja. Yeah. En dan zo start het proces. En dan ga ik dan vragen stellen van, heeft u al iets in mind wat u graag zou willen? I want something big. I want something that says Beyoncé. Oké, is goed. Heb je al een thema of is het thema Beyoncé? Wat heb je voor me? Maar het maakt niet uit. Dus het gekste idee is, limit does not exist. Oké, je thema is Beyoncé en je hebt, laten we zeggen, Cowboy Carter Party. Oké, je zegt, ik weet alleen dat ik een Beyoncé party wil. Mm-hmm. Oké, dan gaan we van start en dan heb ik dan een list met questions voor je, waarop je kan zeggen ja of nee, wat je al geregeld hebt of wat je nog niet geregeld hebt. Dan gaan we naar de locatie alvast kijken, hoeveel gasten heb je in mind. Sommige mensen kunnen ook direct zeggen van, ik heb een budget van 2000 SRB. Nee, we zeggen van, oké, dan kunnen we gewoon even popsicles eten. Okay. Ja, dus zo begint het eigenlijk. Mm. En dan aan de hand van de vragen, dus als ze zeggen ja, locatie, ik heb een locatie, ja. Dus ik wil graag in, noem maar op, het feestje houden, want daar is ruim. Dan slek dat alvast op. Als je zegt nee, dan moet ik naar locaties zoeken. En dan zoek ik meestal dan 3 opties voor je. Minimaal, matig en over de top, ja. En dan kiezen ze daaruit. Alright, dus yes. Het hele proces kunnen we aan jou overlaten en you will guide the person through it. Oké, nu weten we al hoe, right? This is how it works. Maar hoe ben je hierop gekomen? Want we gaan niet over je andere professions hebben. Je bent highly talented. Maar gewoon heb je een dag gezegd van, dit gaan we ook even doen. Laat me zeggen, ik ben een perfectionist. Dus altijd met het organiseren van feestjes thuis. Maar het was een heel klein feestje die een feest werd. Mm-hmm. En zo. Dus ik deed het altijd into the details goed. Gewoon. Eigenlijk was ik al een event planning voor family en friends. En zo. For free. Ja, for free. Yes. Iedereen was like, Syria, ik heb een klein feestje. En soms hoefde ze me niet eens te zeggen. Bijvoorbeeld, zij wordt zo jarig en ik begin al zeg maar en ik weet de ouders zijn meestal last moment en dan plan ik het eigenlijk al en dan kom ik zo van dit heb je nodig. Ik denk dat dit een leuk thema gaat zijn. Laten we dit doen en dan kunnen we dit doen. En zo ging het aan toe totdat ik dus voor mijn eigen dochter zelf een feestje heb georganiseerd en de likes van de video's en foto's waren heel veel. Ik zeg, misschien moet ik het doen. Ja, doe. Ik zeg, nee man, en zo, weet je, is te veel. Mm-hmm. Er zijn niet echt mensen die van partyplanners houden of zo. Weet je, als het een huwelijk is, dan nemen ze een event plan. Dus het was eigenlijk ook nog twijfelen van, ga je het doen? Ga je klanten krijgen? Ik zeg, nee, ik doe het. Dus ik heb niets te verliezen in dit geval. Dus toen ben ik gewoon gestart en met de social media oprichten en foto's zoeken van al die feestjes die ik heb. Gelukkig had je al bulk content. Ja, en al die telefoons die je gaan kijken en je Google foto's. Oké, het balletje is gaan rollen, de business is gestart, je hebt al klanten gehad. Maar we hadden in ons voorgesprek, gaf je het aan dat eigenlijk in Suriname mensen nog niet echt gebruik maken van planners. Want als we gaan trouwen hebben, wedding planner nodig. Yeah. Als we een uitvaart hebben, moet iemand daar bij het condoleansregister staan. Maar voor verjaardagsfeesten zijn ook gewoon speciale planners die je gewoon
they guide you through the process. Like, yeah. Hoe is die ervaring voor jou? En hoe is het voor jou om mensen te introduceren aan deze service, deze dienst die geboden kan worden? Ik vind het fijn. En soms weten ze niet precies wat ik doe of wat het inhoudt. Dan vertel ik ze en dan is het van, het is toch niet iets voor mij. Dat is niet wat ik zoek. Mm-hmm. En anderen zijn like, ja. Ik heb een eventplanning nodig. Kom niet eens met een verhaal. Zeg, ik wil dit. Doe dat. Dus die weten wel van, oké, dit is eventplanning. Maar je merkt toch dat de samenleving nog niet echt weet wat eigenlijk een eventplanner kan doen voor een feestje eigenlijk. Mm. Dus niet dat het alleen voor andere evenementen nodig is, maar ook voor een verjaardagsfeestje. Eigenlijk ook voor andere baby showers en dat soort dingen kan het ook. Mm. Dus eigenlijk voor elk event. Ja, je haalde iets heel belangrijks aan. En wat veel mensen vergeten, of een verjaardagsfeestje is, baby shower, of degene die iets organiseert, dat het moment dat de dag zelf er aankomt, dat je als je zo'n planner neemt, dat je geen zorgen hoeft te maken over anything else. Het plan is gemaakt, jij weet waar het foodfeest moet lopen. En jij zorgt ervoor dat degene die, de persoon in kwestie, degene die gevierd of wordt, of whatever er gevierd wordt, dat er zich daar geen zorgen gemaakt over te worden. Ja, mm-hmm. Sommige mensen vinden dat heel erg fijn. Dan weet je van, ik weet, ik ben jarig, ik kan komen, ik kan mijn kleren aantrekken en ik kan genieten. Ik kan weggaan, ik hoef me niet druk te maken wie die zaal gaat opruimen. Maar ik weet... Ik maak me nooit druk, daar niet van. Want ik ben nog steeds jarig. Dus dat vinden ze leuk. Mm-hmm. En dat doet een eventplanner voor je. Nou. Dus dat je echt kan genieten. En niet van, je kleed je aan en iemand belt je. Er moet ijs gekocht worden of zo. Weet je, nog snel binnen. Nee, in kong, in dansen, in geniet en dan ga je. Ja. Yes. Nou, en daarvoor is Magical Events by CCR. Ja. Yeah. So, misschien de laatste vraag voor naar het belangrijkste gaan. Wat is het gevoel? Want ik heb het lang niet gevraagd aan iemand. Wat is het gevoel als je zomaar vanaf begin tot eind hebt gepland? Je komt aan, want het is een heel proces. Want voor het feest gebeurt er al heel veel, voor het feest zelf, et cetera. Mm-hmm. Maar wat is het gevoel dat je hierbij kreeg? Want iedereen gaat zeggen, ik word blijder van mij. Als je zo ziet dat je planning seamless liever loopt, de jarig is blij, de gasten genieten, eten is goed, drinken is goed, alles is prachtig. What is that for you? I'm satisfied. Yeah. And like, oh, schouderklopje, you did it again. Het is leuk, is geslaagd. I'm echt blij. Yes. Nee, dan moeten we gewoon doorgaan. Ik zag op de Facebookpagina dat je eigenlijk algehele planning diensten levert, maar je hebt eigenlijk ook nog twee andere services die er zijn. Misschien kunnen we daar ook nog even over praten. Ja, ik heb partial planning, mm-hmm. assistance planning en complete planning. Mm-hmm. Complete planning zegt het al. Het is alles. Kom, dit is mijn budget of doe iets hiermee. Of ik kan gewoon zeggen, ik doe dit. Mm-hmm. En ik zeg je, het komt op zo'n bedrag. En ik zou zeggen, oké, is goed. En dan heb je partial planning. Dat is eigenlijk meer gewoon ideeën geven. En wat je kan doen, wat het beste is. Eventueel een uitnodiging voor je maken, een digitale uitnodiging. Dus echt het minimale. En assistance is meestal hebben de mensen, als je al iets gedaan hebt, maar je kan even gewoon niet verder. Mm-hmm. Je zit vast. Je hebt 3 dingen gedaan, stel maar. En ik zeg, oké, nu weet ik niet wat ik verder moet doen. Wat past leuk, wat voor... Mm-hmm. Favor, wat voor bedankje pas bij zo'n thema of zo. Mm-hmm. Wat zou ik als eten moeten hebben? Wat voor soort gerechten? Dus dan assisteren we dan verder. Nee, helemaal. Yes. You got it on lock, girl. Yes. Als iemand niet thuis kijkt en denkt van, mijn oma was jarig. Ik word over 2 maanden jarig. En die baby wordt straks geboren. Wil daar ook iets voor doen. Waar kunnen ze je vinden? Hoe kunnen ze je bereiken? Dat je het gewoon allemaal even voor ze... Blend. Oké, je hebt dus mijn Facebook page, Magical Events by Sissy. Mm-hmm. Daar kan je dus via die page rechtstreeks mijn WhatsApp bericht sturen. Mm-hmm. Als je niet eerst naar de page wil gaan en al overtuigd bent dat je geen foto's en video's hoeft te zien, mm-hmm. dan kan je gewoon een berichtje sturen op 748-48-43. Mm-hmm. Okay. Yes. En als je toch even kwijt bent, ik heet CDS Hadil zien, dan zie je nog mijn personal Facebook page. Dan kan je me daar ook bereiken. Mm-hmm. Niet te missen. Nee. Duidelijker kan niet. Nee, girl. Ik vind het super leuk dat je van je hobby gewoon een business hebt gemaakt. Yes. En daarom blijft het leuk. Daarom blijft het leuk. True. Ik zou zeggen, ga zo door. En sinds er geen limit op creativiteit is, kunnen we nog mooie, grote, prachtige
plannings van je verwachten. Ja, dat is het doel. Dat is het doel. Dus we gaan ervoor. Nou, bedankt voor het komen. En keep on doing your growth. Thank you for having me. My pleasure. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Surya Sahadeo Singh bij ons in de studio. En zij is de owner en oprichter van Magical Events by CC. Zij is gewoon de go-to person als jij iets moet laten plannen. Maakt niet uit wat het is. Zij kan het vanaf begin tot eind. Zelfs wil je het maar voor een gedeelte. She gets it done. Haar Facebookpagina is Magical Events by CC. Haar nummer komt nu in beeld. Je moet gewoon niet langer wachten. Gewoon bellen. Berichtje sturen. And get your plannings on. Because she got you. And remember. Yes. Your time plus my time. Is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.